Over leiderschap, er zijn hele kasten vol met literatuur over geschreven. Die laat ik daar graag in de kast staan. Ik praat nu volledig vanuit mijn eigen, met de voeten in de modder staan, met de voeten in de chaos. De methodes en de handboeken, daar ben ik altijd een beetje wars van. Ik schrijf wel met de eigen evaluatie en dat schrijf ik gewoon in mijn eigen proza, met mijn eigen humor, met mijn eigen verdriet, met mijn eigen frustratie, schrijf ik dat op. En dat stuur ik dan naar de Undersecretary General. Gekopieerd naar degene die over die situatie moeten weten. Maar als je er meer een menselijk karakter aan geeft, zodat degene die het leest, die kan het voelen. En als er dan af en toe nog een videoconference is, dan kunnen ze je ook zien. En dan kunnen ze ook zien je emotie als je het hebt over kinderen die doodgaan door ondervoeding. Dat je nog nooit baby's en kinderen hebt gezien die skeletjes zijn. Die allemaal met die grote wanhopige ogen aankijken van jij gaat me helpen. En van je weet, ik kan ze niet helpen. Dat kun je alleen maar opschrijven in zo'n persoonlijke situation report en niet in de methode. Als je dan praat over leiderschap en dan praat over mensen meekrijgen, mensen informeren en communiceren met mensen en dat je ze vertrouwd krijgt, dat is zoiets, dat is dan mijn Patrick Kammer's manier van de methode aangeven. Ja, dat komt uit je hart, dat komt uit je ervaring, uit je intuïtie en wat is meer. We hoeven niet mooi weer te spelen, don't paint a rosy picture, dit is zoals het is.